Gaat u op uw oude dag met de trein rijden, zo ook nog eens niet? Nou wil ik geen noord. Nee, jou ga je weg. De grote stroomstoring legde flinke delen van Amsterdam en Zaandam plat. En geen stroom betekent natuurlijk chaos. Maar de chaos vandaag, hè? Nee, gewone dag op de NS. En wat gaat u nu doen? Ik ga maar weer naar huis. Even wachten, ik zie Anneke niet meer. Nee, jullie... U raakt de mensen hier ook nog kwijt. Wat is er? Gaat u op uw oude dag met de trein rijden, zo ook nog eens niet? Nou wil ik geen noord. Nee, jou ga je weg. Gezelligheid hier. Zo zal ik contact er weer bij jou, hè? Het is net of ik in een café zit hier. Ja, het is gratis vandaag. Koffie, thee, warme chocolademelk. U geniet er ook van, meneer? Nee, heerlijk. Het is toch... Mag iedere dag van u wel zo gaan? Nou, nee, liever niet. Je ziet toch wel een bepaalde gezelligheid nu? Het is gezellig, daarom zeg ik, geniet er een beetje van, hè? Ja, u geniet er wel van? Ik vind het wel grappig, ja. Laat zien hoe afhankelijk het zijn van de elektriciteit, hè? Hoe denkt u dat het nu kan, dat ze eerst in Amsterdam het stromen weer opgooien en dan pas in Zaandam? Ja, maar Amsterdam is de hoofdstad, hè? Moet alles draaien, hè? Dag, meneer. Goedemiddag. Het gaat niet allemaal passen, hoor. Nee, maar als ze nou een beetje gaan verspreiden, dan hebben ze inderdaad misschien nog een plekje. Wat een teringzooi op dit station, zeg. Dat zijn we gewend, hè, in Nederland, hè? Dat draaien niet rijden.